Dit is vrijdag 17 februari en ons lees uit Psalm 119 vers 37. Weerhou my van een nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat jy aanwys. Hoe meet ons die waarde van een mensenlewe? Ons meet het so dikwels aan rijkdom of persoonlijke succes. Die westerse wereld wil ons aanhoudend oortuig dat die waarde van jou leven in jou besittings lê. Of in jou vermoe om iets te produceren als deel van een kapitalistische samenleving. Hierdie vers in Psalm 119 gee echter vir ons een ander perspektief. Een nuttelose leven is een leven wat buiten die weg of die wil of wet van God. Een nuttige leven, een leven wat iets beteken, is een leven in die wet van God. So'n leven is nie gemik op persoonlijke succes nie, maar op deelname aan iets groter as die eie ek. Om te leven volgens die weg wat God aanwys, is om deel te neem aan die koninkryk. Die betekenis op nut van een leven wat op persoonlijke succes gefokus is, is van korte duur. Leven wat op die deelname in en uitbreiding van die koninkryk gefokus is, het ewigheidswaarde. Mag ons aanhou om nie persoonlike sukses te soek nie, maar eerder volgens die weg leef wat die Here vir ons aanwys, en te help bou aan die koninkryk wat vir ewig sal staan. Kom ons bid so. Here, laat my leef op die weg wat U aanwys. Help my om nie die wereldse definisie van sukses na te jaag nie, maar om U te vertrou met my lewe. Amen.